Ik wil een klassiekertje maken. Een goede vettige busje. Een goede vettige busje? I love it. Met biscuit en boterham. Echt old school. Maar misschien kun je het doen met pannenkoeken. En daarom heb je mij nodig. Dat zou zijn. Kom hier. Super. Zeg maar wat ik moet doen. Ze biedt alles mixen. Dat is goed, dat gaat wel leuk. 9 eieren. Dat is nu een van de recepten die ik eigenlijk volledig uit mijn kop ken. Al die pannenkoeken die ik gebakken al heb. 9 eieren. Doe ik er een snuifje zout bij. De boter mogen voor mij al smelten. Oké. Okay. 100 gram boter. Ik doe er eigenlijk gewoon een scheutje olie bij. 170 gram suiker er nog bij. Altijd oppassen dat je eieren en suiker niet laat staan. En wat ik zelfs durf te doen een beetje, dat is een stukje van die vanille opensnijden en dat eigenlijk al een klein beetje met die boter mengen. Voilà, zie ik. Kan ik dat erbij doen? Ik ga de melk erbij doen. 1,5 liter. Hopla, sorry. ...550 gram bloem. En voor een pannenkoek pak ik eigenlijk de goedkoopste bloem en de zwakste bloem dat er is. Dus geen patisseriebloem. Ja. 20 gram puddingpoeder erbij. Ik moet een mixertje erin zetten. ...100 gram boter. Ik ga hem erbij doen. Dat is ook meestal het probleem bij de mensen. De eerste pannenkoek verbrandt. Hoe komt het? Omdat de pannen niet goed warm is. Je kunt ze in boter bakken. Ik bak ze meestal in olie. Pannenkoeken in boter op elkaar stapelen, die krijg je er de volgende dag bijna niet af. Want die boter die plakt die pannenkoeken aan elkaar. Kunnen ze niet afkrijgen. Moeten het flensjes zijn of mogen het pannenkoeken zijn? Mijn pannenkoeken zijn. Ja. Het is een vervanging van onze biscuit. Hè? Ja, ja, ik dan ook gedaan, hè. Kijk eens, schoon dat je hebt komt. Je, mensen willen nooit niet lang genoeg wachten. Je moet eigenlijk altijd voor zorgen dat dat wit, dat er aan de bovenkant op zit, dat dat opgestold is. En nu kun je daar eigenlijk zonder problemen, kun je daar al een keer naartoe zien en je kunt al een keer draaien. Voilà. Hoeveel heb je er in totaal nodig? Ik zal een piramidetje maken. 11. Kan ik er één weten? Jij hebt ze knikker gekregen. 1, 2, voor ons Pepe. Hoppa. Keurig, dat zijn machtige pannenkoeken. En nu wil ik echt een flashback naar mijn kindertijd. Kerstdag mocht ik me naar Bobon en kreeg me door een hoestek busje met kribbelbuier. We mochten dus een busje maken met de pannenkoeken. Ik heb hier gewoon fondant chocola mee. Ja. Chocopasta. Smert allemaal goed in. Rol hem heel op. En toch ook ik ben eens de kribbelbuier maken. Goed. Ja. Ik heb hier 150 water, dan 400 gram suiker. Een vanillestok erin. Die chocopasta is ook wel heel lekker. Dat is met room en boter. En dat is zot van. De zoutjes erbij. En onze suiker gaat dus opkoken tot 120. Ik heb 6 eitjes, maar ik heb eigenlijk enkel de dooiers nodig. Zeg, wat de meeste mensen niet weten, maar wij hebben zelf eigenlijk wel een schone traditie met de feestdagen. Hè? Ieder jaar kerstmis vieren wij samen. Hè? Ja. Het is maar een uur, maar ja. Je hebt dus het feest, dan heb je de afterparty en dan heb je de after-afterparty. Dat wil eigenlijk zeggen, mijn zus woont om de hoek bij Roger. En als iedereen aan het wakker worden is, ga ik bij Roger een glaasje champagne aan drinken. Ja, klopt. Bon, ik kom een eentje zo beginnen loskloppen een beetje. Voilà, it's boiling. Voilà, we zijn er verder. 120, ideaal. En nu, beetje per beetje suiker erbij. Voilà, deze zit er helemaal in. En nu echt gewoon een koet kloppen, voordat we onze boter erin doen. Hè. Vanaf het moment dat je het niet koud genoeg klopt en je gaat je boter erbij doen, ga je boter smelten. Ja, dan heb je...
En het belangrijkste van boter, als boter gesmolten is, komt die nooit meer in dezelfde situatie terug. Dus dat is gewoon een drama. Dit geven. Voilà. Super. Ik wist niet dat je zo goed kon rollen. Ik denk dat je nog... Vroeger, hè? Op school. Job voor de kussen in de coffeeshop. Dus ik ken hier nu een halve kilo boter. Ik heb die al een beetje op voorhand uitgehaald, dat die schoon op temperatuur is. Oké. En dan doe ik dus die stukjes boter erbij. In het begin even een beetje snelheid en dan op en dan, een beetje naar beneden. Rustig, hè? Voilà, laatste stukje mag erbij. En nu schoon kloppen, toen ze allemaal schoon gemengeld zijn. Hè. Bon, piramidetjes bon. En... een beetje ertussen. Gaan we een stevig bommetje zijn, hè, vriend? Ja, zeg maar gerust. Nummer 3. Voilà. En we gaan er nog een beetje laten sneeuwen, hè. Let it snow, let it snow, let it snow. Hey Roger, voel je het al? Niemand die gelooft dat er pannenkoeken in zitten. Nog notjes erover. Het is natuurlijk ook belangrijk voor een busje dat een de tijd krijgt om mooi op te stemmen. Absoluut, hè. Want dan moet je daar een schelle van snijden. En geloof me, ik heb het al gedaan. Die structuur met die pannenkoeken erin. Choco, crème au beurre. My god. Scoren is dat, vindt. Top, hè? Lekker, hè?